Manzone, in Italië geboren, Torino, de 23e, 28. En ik woon in België sinds 48, 1948. En heb ik eerst gewoond in Hotel 3, Hotel 5, dat heb ik nog niet gezegd, in Hotel 5. En dan heb ik in Stadionland gewoond, alleen gewoond op logement. En ik woonde in Heuvelsplein. Hotel 6. En dan? En dan zit de verhuisd naar. Ah ja, dan zijn we verhuisd naar Steenveld. En van Steenveld zijn we gegaan, dat was nog een keesfabriek tussen, een beetje nog geweld, naar Rodenkruisstraat, Beringen. En daar zijn we gebleven tot, ja, 2 jaar geleden. Hè. Dat was 1911. En toen is mijn vrouw ziek geworden. Alzheimer, en ik mag ze niet meer thuis houden, toen zijn we hier gekomen. Daar heb ik wel een begin, zij alleen, maar dat ging niet. En zo zijn we 60 jaar getrouwd, dan zijn we hier gekomen. Die heb je leren kennen op de Efeesplein, Leren kennen op Hotel 5. Hotel 5. Hotel 5, vertel eens. Dat was bij Koels. Ah ja, dat is juist, je zegt van. Hoe zeg je dat, juist van de stad? Dat je kan of zoiets. Nee, ik was van de Vurtusweg en van de Spoorwegstraat. Ah, Spoorwegstraat. Dat. Maar ja, dat is dan een ding, is dat Poolse barak daar. Ja. Daar kwamen we veel dansen vroeger. Ja, dat is juist. Maar daar heb je je vrouw leren kennen, hè? Nee, daar niet. Ik heb ze leren kennen op Hotel 5, die kwamen ze daar poetsen. En dan, het was nog maar 16 jaar. En toen heb ik dat leren kennen en dan een beetje meegegaan en zo, ja. En toen zijn ze blijven hangen. En hoe oud was jij als je daar kwam? Als je getrouwd bent. Nee, als je toen in Hotel 5 zat. Ja, die werd 20 jaar daar. Was 20 jaar daar geworden. Was in Italië nog was nog geen 20 jaar. Ja. En dat is de reden waarom, ik heb daar leren kennen, je was dus op hotel, hè? Ja, op hotel, want het is niet lang daar geweest, hè. En toen is naar huis gekomen en toen ben ik daar een beetje naar de rand ook bij de moeder gegaan. En dan ben ik verhuisd naar Hotel 6. Ja, vertel eens over die periode. Ja, dat was een periode, een beetje een zware periode voor ons, hè, want die werden we niet meer, moet ik zeggen, niet aangezien als goede mannen. Want je hebt beste mannen en slechte, goede mannen en slechte. En dan hebben ze een paar mannen een slechte naam gegeven, de Italianen. Nou, dat was wel slechter. Hè. Want ik had een onkel van mij, van Elwe. Ja, die woonde daar bij de zuster, dat was de moeder van haar. Die kon me niet zien of huren. En, oh, die was kwaad altijd op de Italianen. Hè, dan. En die werd ook opgeput. En op een keer was hem zat in een grakkerij. Ik ging die naar huis gebracht. Toch had doen waar ik een goeie. Maar dus, allee, de jonge Italianen hadden toen ook zo van, allee, dat de Belgen afstand namen van? Ja, of wat wil je zeggen? België kostte wel ons niet zien, begrijpt. Maar weet je wat, voor mijn part denk ik, dat waren veel Duitse krijgsgevangenen. Hè. In een put werken we samen, alleen dat lamp met een rood ding is rond. Ik denk, als wij hier gekomen zijn, doet het allemaal dat krijgsgevangenen waren. Dat denk ik. Want die tijd in Italië, waar dat affiche, dat gaat naar België, zoveel te verdienen stond, tractorisch, manoeuvre, zo van alles. En ik pak trouwens losse manoeuvres, ik kan van alles, hè. Ik heb een tracteur gereden, ik had in een kolonie gezeten. En als ik binnenaan kwam, moesten we tekenen, een contract van 5 jaar, mijn. Ja, daarmee wisten we dat we naar mijn huis. En toen zijn ze hier veel. We zijn met 17 in België, in Beringen gekomen. En van 17 zijn er nog 3. Ik, ene die zit op dinges, op Okura. En de ander zit in Auerbode. Van 17, maar daar zijn erbij die hadden niet nodig van hier gekomen. Ze dochten nog met Turken zo, hè, want toen zijn ze voetels te werken, zo de weg. En na 3 dagen kwam de politie al, naar Brussel. Ja, want ik had er 4 van bij ons in de geburen. Hier hebben ze naar Quarignon gestuurd. En 4 hier. Maar die zijn geringen gebleven. Dat waren Italianen? Italianen, ja. Dat waren van Cuneo zelf. Hè. Ja. Maar dat waren de 3 die eigen
Dat wil moeten zeggen, een boerderij in Italië, wel. Drie boeren. Hè. En die alle jaren houden ze veel volk van het werk. Voor het werken. Hè. En dan hadden ze werk genoeg te hebben. Dus uw vrouw, wat deed die juist in de hotels? Dus poetsen, maar wat hield dat in? Ik kwam een paar uur per dag zoeken, dan een beetje poetsen, en in de bed nog helpen maken, want dan waren er twee vrouwen. En ik heb nog leren kennen. En dat was de eerste dat ik zei, ze al lang een duvel. Want ze blijven hangen heel lang. En jij zei eerst lange duvel? Ja, de eerste dat ik zocht, dat waren lange, mageren. Ik zei, oh god, wat heb je wel lange duvel hier? Dat zei ze 1,74 meter. Hè. En zij onderhield dus de kamers en het, waar dan jullie sliepen, dat onderhield ze? Ja, dan moesten ze dat, ieder, dat zijn, met drie per kamer zouden we doen. Drie per kamer? Drie per kamer. En hoeveel beddes? Drie, hè. Toch? Drie bedden, ja. Dat was twee, één zo. Het lessen, hè. Ja. Vroeger waren we maar. Want als ik hier gekomen ben, ik naar hotel 3 gegaan. En toen heb ik daar iets gezien dat mij niet aan stond. En toen ben ik naar hotel 5. Daar heb ik nog chef-kok gespeeld. Met de gedachte van arbeidsvergunning te krijgen. Maar na 4-5 maanden kwam de gendarme. In Italië is er niet, dat waren niet, want ze zijn deserteur. Ik word deserteur. Terug in de putten. En terug 5 jaar getekend. Maar als Gellender hier kwam, hadden dan een contract van 5 jaar. Vijf jaar. Dat moest je uitdoen. Dat moet je uitdoen. En dan mocht je terug naar Italië of wat? Ja, als je wilt, wil je ook eerst terug naar Italië. Hè. Als je het contract brak, deed je. Ja. Maar dan moest je naar Brussel gaan. Ze sturen ook naar Brussel. Hè. Dan drie dagen niet werken kwam, de politie ook halen. En ze sturen ook naar Brussel. En daar, als een trein vol is, sturen ze terug naar Italië. Beschrijf zo eens een dag van u. Ja. Als je op hotel, als je in een hotel woont, ja. Hoe zag je een dag eruit? Ja, dan wordt je eten. In morgen is het een boterham zo, is het middag eten. En s'avonds ook eten. Maar daar zorgde de hotelbaas voor, of jij? Wie moest ervoor zorgen? Nee, je moet zelf zorgen daarvoor. Zelf ervoor? Ja, dat was een hotel, zeg je maar, een kantine eigenlijk. Hè. Ja. En dan kun je dat drinken en eten wat je wilde. Alleen wat je wilde, wat dan zelf gereed maakt. Maar dat waren de Italianen op de baas. Dat is ik. En hij was goed hier ook. Maar dat was Bacchetti, Bacci, Proto, Stiwal, allemaal mannen die daar waren, zatlappen. Hè. En dat als geen zin was, ging ze betalen. En dat kostte ze terug 14 dagen rekenen. En dan was er een die daar heb ik tegengezeten. Als ik daar kwam, waren nog maar een week daar. En ding is, ja, de eerste zondag dat ik daar was, ik zie dat daar hier een patat slagen en dit en dat, die was zat, hè. Ja, dat is niet normaal, hè. Ja, nog 14 dagen nadien, toen word ik nog een beetje in huis daar, hè. Van binnen, ik zie die man, die had een buis stof, want dat was geen chauffeur, dat was alleen een stof van onder tot boven. En dan, hij had dat niet buis, en de andere had bij de voeten getrokken, zo naar de baas. En de film is gesnapt en tegen rond. Ze zei, kom maar niet. Laat hem maar gerust, zei hij. En ik ben naar boven gepakt. Maar ik dronk een bier. En ik had een fles water gepakt. En een badje een fles bier. En dan heb ik zo, en alle zondag kon ik even walen. Toen ik daar weggekwam, de vuren. Ja, toen begon hem terug, die wel altijd zat. Die werkte een paar dagen, dan drinken en zat. En, toen zijn in hotel 5 en daar was ook weer ook problemen door. Met die vrouw, ja, die is ook een man en was allemaal jonge man. Kools, noem je niet van gehoord? Kools? Kools, ja. Noemde zij zo? Wie noemde Kools? Die madame? Dan niet, hij. Ah, hij. En die had hotel? 5. 5, ja. Dat was juist achter de dingen, zei achter de Stasikai daar, hè? Hey. Van de station. Ja, daar, juist achter de Poolse barak daar. Hè. Ja. Waar Kools was, de grote baas was Jeff, Louis. En dan had je Jeff, de zoon, nog een Louis, en nog hier, dat ging niet meer, de naam weet ik niet meer, en nog een ander. Want Louis is gestorven in Antwerpen, in een kamer. En Jeff deed nog
de Zanzibar, of hier dat die hotel, die café daar, aan de lossing. Die had nog een lessen ook daar ook een café gehad, maar daar was een andere vrouw toen. Maar die twee, die hielden dus Hotel 5 open. Ja, daar heb ik nog kok geweest, hè. Daar was ik kok? Ja, ik deed dat voor de arbeidsvergunning te krijgen, hè. Voor buiten te werken, hè. Ja. Want ik kreeg ook niet, maar ze is begonnen. Nee, dan een mond of vier kwamen ze durven dat tische tikken, maar ze zitten mee. Tikken, dan moet ik eerst weten wat erop staat. Ik kon niet lezen, dat Vlaamse. En toen zei ze, 14 dagen, dan worden gerepatrieerd, ze niet, hè. Ja, hoe zeggen ze tegen? Niet bij het leger gegaan, want ik had bij de partizanen in Italië gezeten. Hè. En dan hadden ze gezegd, als je daar 10 maanden partizan zit, minstens 10 maanden, dan moet je niet meer soldaat worden. En toen is alles gedaan, maar ik kreeg papieren voor 18 maanden tot soldaat. Is het, dat kon ik niet. En ik was juist 19 jaar, dan moest ik soldaat worden. Hè. En ik ben terug naar België. Ben in België gekomen. Ja. Maar ik had de papieren en alles. Dat vloog een beetje met een meisje. En die werkte daar aan de tegens van die paspoorten. En die had voor gezorgd dat ik die pas kon krijgen. Hè. Ik zei, ik heb in een kolonie gezeten 6 maanden. En alle 14 dagen zo ging ik naar thuis. En ik zal zeggen, 6 maanden heb ik geen, alle dagen boerensoep. Alle dagen, hè. En alles niks. Boerensoep, een stuk brood. En dan was het middag boerensoep met patatten. En dan de s'avonds was het boerensoep met iets anders. Hè. En zo alle dagen. En wel heb ik dat 6 maanden volgehouden. En kom ik weer thuis. Zondags. Maar zitten ze op tafel, goede kasteron, boerensoep ook. Maar dat was de kolonie in Italië? Of? In Italië, ja. Hier? Ja, in de logementshuis. Oh, dat was niet goed. Het was alle dagen, smiddag en s'morgens was er een boterham met boter. Alleen met margarine, je wat gelei pakken. En smiddag waren alle dagen hetzelfde. Gekookte pataten, salade en soep. Ja, ze noemen dat soep, maar ja, dat was ook soep. En s'avonds weer als kotelet, pataten en salade. Want dat werd gebeurd, het was altijd hetzelfde. En toen zijn ik daar gegaan, er waren 13 man in die hotel. En als ik daar gekomen, een maand nadien waren er 60 man daar. Maar ik deed alles veranderd, het was altijd hetzelfde. Hè. Maar ik dacht vandaag, ik zal dan zeggen frieten. En morgen patat in een pan. Overmorgen vlies ook, stofvlies. En dat trok die man in handen. Maar toen ben ik, als ik afgestapt ben, door daar. Hè. Dat de politie kwam halen, ja, de baas was een keer erbij. Hij had ervoor gezorgd dat hij toch moest werken. Maar ja, dan moest hij weg, hè. Wat is die aan het doen? Hè. Maar er waren heel veel mensen door Rodriguez. Ze heeft de oude, Louis, die kwam niet aan dag. Dat was een bascule van vroeger, zo klein. Hè. En als ze het vlees niet pakte, dan moest hij daar 100 gram sausjes geven. En dan snijden die sausjes erin door. En dan een keer waar ik door aan poetsen. Ik zeg, godverdomme, aan die kant was er een stuk lood. Onder dat. Dus het bleef van 100 gram, dat was maar 60, 70 gram. Hè. En toen heb ik dat lood weggegooid. En toen kwam mijn vader. En zo dat ik kan snijden en toen snijden. En de dalte erop. En toen zag ik dat. Ja, dat heb ik maar meegemaakt daar ook zo. En dan de dochter, alleen de vrouw van Jeff, met de schoolmoeder. Goh, dat heb ik van ze de meeste tranen gehaald. Dat is een fekte geworden. Die vrouwen die zorgden daarvoor? Ja, de vrouwen, die twee vrouwen, die oude, die was in de keuken zo gezeten toen. En toen zijn ik in de keuken gegaan, dat zijn weggegaan, hè. Dat zijn niet meer doen. En Louis was dood. En toen die andere vrouw, dat was de vrouw van Jeff. Die kwamen ze niet goed overeen, want Jeff die kwam thuis, die deed een beetje een auto-commerce, daar aan de posttoren daar. Toen was dat Willems, zeg maar. Ja. Aan de posttoren. En dan kwam die thuis, onverwacht zo, hè, maar die kwam niet binnen, die stond aan de venster te loeren zo. Hè. En dan zag ik de vrouw met die ene vlodderen, de andere met de vlodderen. Toen kwam ik binnen en dan kreeg ik, de pataten, joh. Daar hebben we gevochten. Ik heb ook veel gevochten toen, dat is het doen.
Jij? Jawel, tussen wij en Polen. Dat kost me de gender niet zien. Nee, wel, dat zijn wel mooie kameraden en van put en zo. Dat zijn wel de beste kameraden en zo. Want er is nooit iets ernstig gebeurd. Er is niemand doodgebleven. Jawel, iedereen doodgebleven. Weet je wat vroeger de Nuning geweest is? Ja. Bergen, hè? Bergen alleen. Dat is een gracht. En dat waren vechten, dat was vroeger, toen was een dansing daar bij Lambrechts. Ja. He? Dus dat was een dansing. En wij komen van een cinema. En we zien dat daar, godverdomme, zijn aan vechten. Er zijn Italianen tussen. En wij gaan binnen. En iedereen valt in de gracht. En die zijn broer, die zorgt dat godverdomme. Ja, hoe heet dat al, weet ik niet. In de gracht gevallen. Die was dood. Die had zich geslagen met een bakkenboulon. Dat is een boulon zo. De boulon hebben ze gevonden. De boulon? Die... Een grote boulon zo. Dat is een vijs of wat? Eh? De ballon is een vijs. Ja, een vijs. Maar dat was voor die bakken, hè. Dat is een put. Dat was zo lang. Schroef, hè. En aan de ene kant was precies de hamer. Dat die niet zo draaien. En die hadden ze de kop geslagen. En daar hebben ze die ballon door op de grond gevonden. Zijn de dag stond in een gezet. Verdronken in die gracht. Dat was toen geen water in geweest. Maar ja, dat was maar een Italiaan toen, hè. Daar hebben veel gevonden, jongen. Ook voor die. En veel moeten betalen ook. Goed dan, vertel. Ja, gelijk dan die metropool daar. Daar hoor ik ik alleen. En ik kom daar binnen. En dan was er zo... Twee postmannen binnen, facteurs. En die was dat allebei. En die zei, ze geeft die ook iets in dat die man daar zei, ja... Bruno moet een bier hebben. Ik zei, nee, ik drink een glas wijn. Dan zei, man... Ja, toen zei ze tegen die, dat is een Italiaan, hè, die glas wijn drinken. Italiaan? Ja, ik slag de zoet tegen, dat begonnen, hè. En natuurlijk zou het niet meer geslaagd zijn. Alleen de kop in. Toen heb ik toch in die tijd 1200 frank te betalen, was veel geld, hè. Klak had er ook kwijt, die moest ik ook betalen. Die spiegel was kapot, de stoel, oh. Maar dat was in de beginperiode van het Italiaan. Beginperiode, ja. Ja, ik was toen niet een tijdje, zal dat doen. En dan later is het verder gegaan. Hè. Want ik weet nog, Stasistraat, dat was een goed kermis daar, weet je nog misschien. En dan gingen we dansen. En ik kon daar een beetje Vlaams, in een put hier te worden, dat zijn die slechte woorden, ik was met kloten, stinker en zo. Ik was aan het dansen, dus begin ik te zeggen, hè. Hij zei, bella signorina, ik versta niet, zei ze. En ik wilde zeggen, je zegt goed geparfumeerd, die zegt, juffrouw, je goed stinken. En ze vindt die mooi staan, wat normaal is, hè. Die keer ik misschien ook nog was, wacht eens, hè. Emma en Emma Thijs. Ja, die de café gehad hebben. Ja, en die zuster daarvan. Anna. Anna, dat was Anna. We zeggen, een jaar nadien kwam ik tegen, ik was verlegen. Dan zei Sting hier ook zo. Ja, ja. He, dus je zei, of je wilde zeggen, van je riekt goed en je zei van je stinkt. Stinkt, ja, ja. Hij zegt, ik wist niet hoe ze moesten beginnen te klappen. Hij zei, juffrouw, je goed stinken. Ze liep in boom staan en ik wilde zeggen, je goed prikken. Ja, ja. Kende ze nog verhalen? Hebben ze nog verhalen? Ja, jongen. Oh, ik ken er nog, maar ik kom dat niet op toe. Ja. Gewoond. Want daar is het hotel 6, hè? Ja. Ja. En die kamerad van mij, die woonde hier. En dan het laatste, de andere woonde daar. Ja. En hier, maar... hier woonde dinges. Wacht eens even, hè. Was dat Jeff? De masseur. Masseur. Die woonde hier links op een hoek. Ja, en hier woonde René. Bervels, die is net door. Maar in hotel 6, als jij daar verbleef, hoeveel logeurs hadden die op dat moment? Niet veel. Niet veel. Want ik heb die dochters geïnterviewd en die spraken dat, was dat er 75 ah ja, die tijd wel, dat kan wel. Maar als ik daar was, was niet veel. Dat was niet veel. Want dat hier, elke keer een kamer. Ja. Ja, dat is er wel. Dat is nog even eens klein. Ja, dat is zandbakken daar. Ja. Dat is er. Dat is vanuit het hotel getrokken, hè? Ah, ja, ja, van binnen naar buiten, daar. Dat is het, hè?
Een hele groep toch? Dat was van die gouden helft of zoiets. Huh? Dat was voor een gouden helft of zoiets. Ah, dat kan, ja. Heb je die ooit gekend? Want dat was de café in Hotel 6. Ja, dat was café ook, hè. Ja, en dat zijn de dochters. Oh, die heb ik niet gekend. Want toen ik daar was, dat was Put, ja. Zeker Put. Ja, maar die had dochters, hè. Ah ja, maar dat, ik had nooit geen contact hebben, want ik kwam daar alleen voor te slapen. Slapen, hè. Ja. Zo gezegd even te slapen. Zo gezegd even te slapen. Zit er hier nog bekende tussen? Want dat denk ik dat... Ik heb mijn slechte bril aan, dat ik kan er niet goed zien. Dat. Als ik ze zo zie, moest ze misschien kennen. Ja, dat zijn allemaal Italianen. Ja, wij zien het wel. Behalve een klein meisje dat hier zit. Ja, die zijn een groet wel. Hè. Dat is ook een trouw. Huwelijk op, ja. Dikke Anna. Die ah ja, Dikke Anna heb ik gekend. Nou, die is een dokter, daar heb ik nog mee gevraagd. Serieus? Simon geloof dat ze heet. Als ik voor hem met die gezet heb, Sam gaat, zijn we nog een put op. Dat weet ik niet. Want hij was maar een klein ventje. Van Dikke Anna, is die met Lana getrouwd? Met de Lana dan? Lana, ja. Ja dat is en die had een gezette winkel op, ook, op de put? Aan de put. Ja, dat zou kunnen. Ja, Dikke Anna. Annie wacht hier wel, Dikke Anna. Goed, Dikke Anna. Dat weet ze ook niet. Want ik heb nog met een dokter die vrije door. Dat was de dingen van de voetbal, hè? Ah, ja, ja. De voetbal, dat was schijnbaar waar, dat weet ik niet. Een tuin. Ja, maar dat is niet Hotel 6, hè? Dat kan niet, hè? Nee, nee, dat is niet Hotel 6, daar. Dat is donker. Ja. Sneeuw. Dit is sneeuw. Van Ginsberg. Of Ginsberg. Dat is allemaal jongeren. Dat is allemaal jongeren. Dan zetten we daar. Buiten het feit van dat je met die twee postmannen er gezeten hebt. Ja. Maar omschrijf, dat was daar, omschrijf die cafés, kun je die nog... En die Metropool, dat was daar met die... Ja. Maar hoe zag die café eruit? Wat is er er meer, hè? Nee, dat is er niet. Weet je dat nog? Dat was geen grote café daar, hè. Het ding is, hoe heet het daar? Wat je juist nog zei. Benelux. Benelux. Dat was iets groter, hè. En dingen, heb je nog, gekend die van de Benelux dingen? Rin, dat is daar drie of vier dochters, dat was Anzel, Louisa. Ja, ik had die namen niet raad tegenaan. En die moeder noemde Fien. Hè? Noemde die moeder Fien? Rin. Rin. Als meer die kennen dat nog beter, ja, die kan dat niet. Elze had er ook. Maar die zijn bekend allemaal dood. En wel, een van die drie is getrouwd met mijn kamerad van Averboden. Die woonde in Averboden. Alleen die is in rust is Averboden. En dat is Louisa. Maar die is blinde. Ah, ja. Hey, Louisa die ging ook kussen in hotel 3, nee, hotel 2. En daar het Wasco leren kennen en die klonken ook. En Amelieke Benzer café, hoe zag die eruit? Ja, het is te lang geleden, dat is zo niet meer. Dat is niet meer. Dat was een mooi café, want die man die was in de put. Hè. De man van, nee, Amelieke Benzer. Ja. Oh, dat was een klein café zo, hè. Dat was Benz, was de voetbalist zeker of zoiets, hè. Ik weet het niet. Ja, wel, dat was dan toen iets van de voetbal. En dan weet er ook een veel volk daar aan, hè. Zijn je dus gaan samenwonen, zijn je van hotel weggegaan naar... Stadionland. Ja, Stadionland. Ah, nee, van van hotel 3 naar hotel 5. En dan vandaar naar hotel 6. En hoe was hotel 6? Ja, maar ik moest daar niet eten. Hoe, je moest daar niet eten? Nee, ik moest alleen om te slapen. Omdat? Ja, omdat normaal mogen bloedjament niet gaan bij Vlaamse. Ja. En dan moest ik het hotel betalen, 15 euro per dag, om te slapen. Hè. Maar ik ging nooit niet slapen daar. Dat gaat nooit niet, hè. Maar mocht jij, heb ik het goed begrepen, mocht jij als Italiaan niet bij Belgische op kost... Nee, dat moest niet. Mag niet. Oh? Ja, maar dat waren toch die deze, hè. En maar, want mijn schoonvader, zal ik later, dat was die gepensioneerd van de man. En die had er een beetje bang voor. En dat ik daar kwam eten en slapen. Eten wel, maar slapen niet, niet rap. Ik heb nog een goede grapje. Een grapje niet, wat er gebeurd is. Als de route, dat ging alle morgen, ik had laatste nachtpost. 11:30 tot 8:30 morgens, dat was het. En dan sporen ging ik eten bij zijn moeder, en dan ging ik wandelen. En langs de route. En terwijl kolen rapen, ik heb dat zo.
En om een keer waar ik en die van Schellekes, Jos, zeker. En ik had een piek bij, want ik had een grote klop, moet die kapot kloppen. En dan kwam er dus een rampot met een trein. En ik deed zo met de piek, slag ik juist tegen de golf van de wal, dat kolen op erop. En dan hebben we dat gerapt en gedaan, tot, dat stond juist in een draai zo voor naar de los in te gaan. Hè. Toen zagen ze eigenlijk dat die dingen zo open. En dan hebben ze gestopt en zegt tegen ons, grap maar op, want zo bit komen ze daar. En wij hebben die gerapt, maar niet verwekkend, want allemaal in een gracht van achter gezooid. En toen geven die golen halen. En dan Josephine Bergmans, die vroeg voor, ze had geen kolen genoeg. Hè. Ze ja, dus wat doe je dat daar doen? Hè. En dan kreeg ik betaald, kreeg ik wat geld. Nou, en dan kwam de politie thuis, met zoon en Bruno, ja, dus. Ja, die slaapt niet, die slaapt in een hotel, maar ik was boven en slapen. Hè. In welk hotel? Ja, hotel 6 nou, even spelen. Ja, dat zullen we een dag wel vinden. Ja, want daarmee komt ik naar onder, dat ze roepen, die zijn niet zijn derde geweest. Ja. En daarmee ging ik naar het hotel, maar dat waren ze al daar geweest. En hetzelfde dag kwamen ze terug. Ja, dat is het, ja. Ik heb kolen op de route gerapt. Zo hadden die ik alle dagen, hè. Als morgen sta ik op, kon ik een beetje wandelen. Ja, maar nee, maar dat scherm, dat verschillende zakken, kolen gepikt aan een put. Dus ik heb niks gepikt, ik heb, als ik die gepakt heb en die op de grond lopen, dan moet dat terug naar de put gebracht worden. Allee, ja, maar mogen we zien dat kolengod? Ja, kolengod was gewoon die van de put, dus die kleine, van die gepensioneerde. En dan zei ja, ik kan doen dat je wilt, maar dat kolen die je hebt gerokt, moet ik terug naar de put brengen. En ik kwam hetzelfde dag met twee in mijn scholen. Daar hebben ze die, toen was dat al, hoe heet dat al, die garde. Ja, dat weet ik juist. En die begon te lachen, wat kon ik hier doen? Ja, ik ken dat hier geen kolen meer hebben, hè, moet ik niet even brengen. En van Rosse Jacques, ja, daar heb ik achter me aangelopen. Waar is Rosse Jacques? Rosse Jacques, die heb ik gekend. Die politieman? Ja, nou, politieman. Vertel, hè. Ja, die waren... Ik had geen plaat op, dat zeg ik, ik was bij zijn moeder. Jeff die moest naar dingen naar koersen gaan, rijden niet mee, zei. Ja, ik zou rijden mee rijden. Ja, maar zei mijn moeder, pas op, want ik heb plaat op. Ja, moet dat toch toevallig zijn dermen zijn. Dan rijden we zo naar koersen. En just in die draai, is zijn twee zijn dermen afgekomen. Ik zei alleen, Jeff, tot morgen, hè, draai mijn eigen terug. Dat was toch die roze zaak, die koest rijden. Die just aan een brugje van de tram vroeger, hè. Dat moest hier niet door, want dat was een andere kant. Waar rijd ik aan? Ja, dingen in Beringen, want dat was niet een tijd dat de put nog dopte af en toe. Hè. En dan moest ik een dop gaan halen, maar dat was te laat. Ja, maar ze te laat, hij zei, maar ik heb geen horloge bij. Hij zei, van wie is die fiets? Ik zei, van mijn eerst, hè. Mijn plaat op, ja, ik heb pas gekocht. En zo van alles discussiëren. Ja, maar we gaan eens kijken, hè, zei, we gaan, mag je, hoeveel fiets zijn er getrouwd? Ik heb geen fiets, dat is deze. En dat was niet waar, ik had dat twee. En ik kwam zo thuis bij u, daar had ze juist haar been verbrand. Hè. En die in de Rosse Jacques belde. De moeder van u ging open doen en direct daarachter gewoon kijken naar die fiets. Van wie is die fiets daar? Ze? Van mij zei haar moeder. Hè. Ja, maar een week had ze schoenzolder fiets bij. En hij heeft geen die. Is er een plat aan? Ja, we hadden gekeken. Ja, dat was een plat aan. Dat was goed. En een keer dat Jacques, ik had dat onder je nog bekopen. Ik kwam van de put af en ik zie dat gendarmen afkomen en ik had geen plaat, want er was een andere Italiaan daar. Zijn vrouw ook met de fiets, maar die had dan maar één plaat. En als er ergens weinig ging, kwam de plaat afdraaien bij mij en pakte in. Dan gewoon, dan zit hij op venster. Ja, s'morgens om 5 uur vertrek ik, niks zonder plaat. Ah, godverdomme, is dat dan? Ik spring eraf, maar dat was te laat. Allee, zei hij, meneer, heb je toch een eigen fiets? Ja, ja, dat is mijn eigen fiets deze. En zullen erop schrijven, zei dat zullen we moeten betalen voor de vorige keer ook. Ik zei, ja, dat is goed, hè. Wat kunnen we zeggen tegen zijn derm? En ik doe het maar gek wat dat bekopen. Ik heb een keer, kwam eens af met de fiets. Maar ik had dat helemaal in orde, verlicht en alles, hè. Met de fiets, nu een keer zijn derm, draai mijn eigen. Ja, dat was een roze zak op. En weet je waar dat mij ingehaald heeft? En hoe staan we aan de spoorwegen dan? Ja. Tot daar heb ik mij achterna gelopen. En dat kost me niks doen, hè. Ja, maar jij woont nog hier niet, zeg. Zie je, mijn vrouw, die zit er, haar zuster, die woont in Balen.
En hoe komt dat jij toch, tot dat je ons gezien hebt, en draait je eigen terug? En wist dat boekje ook zo? Wat een deugend idioot. Heb jij u ook nog andere figuren van Eefeestplein, van ja, de Stadionlaan? Zo, de Stadionlaan, jawel, Stadionlaan van Halsrood. En een andere straat, de Zandstraat. Ja. Ja. Maar welke figuren zijn u altijd bijgebleven? Van de Stadionlaan, van de Eefeestplein zo. Ja, die mensen zijn er al weg. Dat is een ding, Brunero, die woonde juist tegenover Guus Schoes. Weet je, misschien Guus Schoes, die woonde daar. Juist tegenover. En dat was een vrouw met twee kinderen. En in een keer kwamen ze daar naar halen. En naar Italië. Maar zijn vrouw bleef daar. En toen zijn we een collecte gaan doen. Voor die te helpen. En dan is vertrokken zij ook naar Italië. En die had volgens kent onder de oorlog iemand kapot geschoten die mee moest. Dus ik ben met meer vrede. Ik kwam thuis om 2 uur. Allez, naar het hotel rond 2 uur. En juist aan een kerk worden die gewoond door Sterke daar. Want toen was dat nog niet helemaal volgevallen. En dan was nog boze daar. Net het kinderheil. Ah ja, door het kinderheil, dat is juist ook geweest later. En dan is dat die Italiaanse doorachter. En ik kwam door de deur en iemand stond op de straat. Ik zit er zo, maar ik maak de fiets. Hè. En iedere keer, daar is hem. Ik dat is hem, maar ik weet net nog niet hoe dat ik gedaan heb. En die springen op ik, die twee mannen, en die achterste ook. En ik van de fiets af, ik pik die fiets met die achterwiel, en die zwierde zo rood. En dan kwam er hier met de fiets af, en toen zijn we hun gereden, die mannen gingen lopen. Ik weet nog niet wie dat geweest is. Ik denk het, Zef van Genekte, ja, die de mensen is wel goed, hè. En ding is daar. Theo de Keizer. Ik denk dat die twee waren, maar die zijn allebei dood. Nee. Maar waarom zouden die u willen pakken hebben? Ik weet niet, ik denk ook dat ging met een Italiaan, een Belgische vrijder, hè. Verstaan je? Of dat ging met een Belgische vrijder? Belgische vrijder, ja. Maar dat is nooit opgehelderd? Nee. Ik heb die mannen nadien ook niet meer gezien. Ik heb ook geen klacht ingediend, toch niet. Ja. Ja. Maar woonden er in Allergie in Stadionlaan, in Hotel 6, was al hier in Hotel 6. Ja, dus Hotel 6. Ja, dat is al. Ja, toen hebben we een motocyclet gekocht, dat is veel te veel te vertellen. Ik heb een motor gekocht, wacht eens even, Maria van der Keizer, ik ken niet. Die hebben ze gewoond in Stadionlaan tegenover mijn schoenmoeder. En toen, een motocyclet, maar dat ging tijd naar Augustin. En die koopte voor 3000 frank. Dat was een mondiaal, die zijn er nog niet meer. En we gingen rond met die motor. En iedere keer komen we naar de Baltisch kampen, dat was die weg zo allemaal kotters. Toen valt het stil. Maar ik had er een van achter. Hè. God, verdegen, stoeten tot thuis, maar geen avance. En toen als ik die motor stilzet, dat was een knop van onder de zaal, voor aan te zetten. Ik zei, God, verdegen, ja, dat was een start, terug vertrekken. Die ander die kreeg me gaan kletsen. En dan ben ik op me gaan verongelukt. Ik kwam van op Beverlo af, want dat was laat, ik werkte toen al in de keuken. En die jenine van Maarten, die wil dan een gemeentehuis. Ik zei, maar ik kan geen tijd niet meer. Ja, maar ze is even dat alleen. Gemeentehuis van Koersel of van Beverlo? Beverlo. Ja. Hey, want dat was onder Beverlo dan. En dan kreeg ik naar Beverlo. En dan waren ze juist die betonbaan aan het liggen. Van... Gastom Oomslaan. De Gastom Oomslaan. Ja, ik weet niet hoe dat hier gaat. En dan die andere ook. Hè. En dat stuk open. Dat moest nog gevuld worden, maar die was dan nog open. En dat was Charles, de vuurman, en met zijn paard. Die paard begint te springen. Ik tot God vertegen, voordat het gebeurt, rij je over dat kot. Biljaden,
Je zand raakte beton en ik vloog. Je neemt achter me, ik vloog over me heen en tegen de betonen neer de orde, kasseien. Die kasseien, dan op kasseien, tot tegen die kasseien. Ik had ook een mond vastgezeten met mijn been. En het is nog weer goed afgelopen, want ik heb pijn aan mijn been en die andere pijn aan zijn gloeden, dat was alles. Op hotel gewoond ook, hè? Ja. Maar dus de cafébaas, die had inkomsten van jullie van de huur. Ja. Voor het eten. En dat betaalde voor de put ook, hè. Ja. Maar s'avonds, dan moest je ofwel op je kamer zitten, ofwel in het café. Een café, ja. Of in een zaal, de eetzaal, hè, daar kosten we ook zitten, hè. Ja. En dat zaten we door te zingen te doen. In het café, er waren daar ook diensters, dus die opdienden, dus die tapten, ja, serveuze? Nee, serveuze waren niet erop. Nee. Ja, in Hotel Drij wel, of dat was de Schelligin, had een nicht van hem die daar werkte. En dan, maar dat was dan betaald zo, en die was in verwachting geraakt van hem, ja, dat weet ik niet. En die badje die ging nog een klapte van de strak, die zatlap, die zei tegen haar, Alice, ik heb gehoord dat je vol zit. En die had op het buur een poets in haar gezicht. Die zei, godverdomme, want toen zijn ze niet afgestapt. Ze kennen ze niet goed, want toen zijn de mensen. Die zei, dat je tussen schapen zijn nog te slecht. En dan kwam ik in de keuken, dat is geen leugen, dat vertelde ze dat door een huis aan het was, terwijl dat de salade door een hele zot. Maar ik heb mij eens laten vertellen dat veel van die logementshuizen, dus ook vrouwen in dienst namen, die dus prostituees waren, hè? Ja, het waren dat we zaten niet, maar dat is er toch geweest later, hè. Ja. Vroeger niet, maar later als die dingen, proto geweest is die baas. Want die bazin, dat was Maria. Maar toen is die man gestorven en dat is ze gekoppeld met proto. En daar hebben ze zo, ja, is dit gebeurd daar, maar ja. Want Gelle, als Italianen, hè, dus als je in dingen, allee, in het begin hier was, en je had vrij, wat deden jullie dan in je vrij? Zeg maar, een punt drinken, zo rond, hè. Het café, dit. En dan is het maar ook, hè. Ja. Maar gewoon lang, ik heb vroeger nachtpost, duurde post gehad, dan kwam ik dan s'avonds thuis, stik op, hè. En dan heb ik een stuk nog voor het te doen. En als je dat veranderd bent, een nachtpost gegaan, dan maar half 12. Ook niet, want dan moet ik door de dag slapen. Hè. Maar ja, dan gingen we toch wel, s'avonds naar de cinema samen. Of wel samen in een café, zo. Het was niet gelijk nu, met die clubs, zo, van de Italianen. De Baracca, ETF en zo. Hè. Bestonden die toen al? Nee. Toen was dat die kantine, hotelzomers, dat waren de kantine. Hè. Ja, joh. En daar kwam een per nationaliteit bij één? Dus de Italianen bij de Italianen, Polen bij de Polen? Of nee, de Italianen bestalen allemaal bij. En die Polen, ja, we zaten zo'n beetje tegen die Polen. En tegen die Duitsers ook, maar ja. Nee, moet het wel denken. Die hun vader hebben ze gevochten tegen ons, maar wij hebben gevochten tegen hun ook. En dat zat daarachter, dat jullie tegen de Polen en tegen de Duitsers. Ja. Dat was dat. Conflict van de oorlog. Ja, die Polen waren veel die getingen dan voor de Duitsers te vechten. Hè. En daar kwam het dus. En toen was in dingen, in Baltisch Kamp was die barakken daar. Hè. Ah ja, van de Polen. Polen en Duitsers ook. Hè. En België ook, want er waren ook België die daar gezeten hebben. Want Steenvelde woonde nog hier in Evenoos. Die was ook hier van die krijgsgevangenen. En dan later is dat ja. Zijn straf uitgezet, hè, de punten werken. Dat zingen? Ja. Waren dat dan allemaal Italiaanse liedjes? Of? Allemaal Italiaanse liedjes, hè. Dat was meestal, want ik heb hier ook platen van dingen. En dan allemaal dingen, meestal van het leger. En van partisanen en zo. Want ik heb nog een liedje. Dat kreeg ik een vel nog eens een gevoel. Dat was dat. Ze hebben partijen die in 1927 zitten. We zijn vertrokken met 27 en met 5 zijn we maar teruggekomen. En 22 zijn daar dood gebleven. Hè. Dat was bij de partijen. Oh, dat pakte me nog. Ik heb dat plaat ook nog. En hoe? Zing het eens?
Siamo partiti in 27 e solo 5 siamo tornati in qua, ma gli altri 22 sono morti a San Donà. Non sei che te che mobilità in generale? Ja, dat was van 16 tot 45. Algehele mobilisatie. Ja, 16, ik was 16 jaar. Toen moest ik gaan lopen. En mijn vader had er van afgezien. In plaats van in het leger te gaan, ging je bij de partizanen. Of niet? Ja. Die zijn niet in het leger geweest. Hè. Nee, maar als je, omdat je er straks zei van, als je dan zoveel jaar partizaan geweest was, dan moest je niet in het leger geweest. En later wel, hè. Later kreeg je bericht van dat leger te gaan. En toen zijn ze naar hier gekomen. Ja, toen waren we in een kolonie aan het werken in Italië. En we hebben nog van alles gedaan. En toen... wij lossen met kander met paard, want dat waren grote velden, hè, kolonie. En dan... En wij lossen met kander met paard en ik kwam van het paard af. Van dingen van het veld af en ging eten. En ik zie mijn moeder dan schrijven, daar was een papiertje bij. Ik zei, maar moeder, ja, dan moet dan België komen, meer om alles. Ik zei, wel, dan kom ik dan zondagavond thuis. Maar ik had verkeerd gelezen, het vertrekt. Ik zei, zondagavond kom ik thuis, dan zei ik maandag, dinsdag nog. Ja. Maar ik kwam maandag, moest ik dan visite gaan, hè, voor vertrekken. Hè. En ik zei, die allemaal een valies. Ik zei, ik heb een valies bij. Ja, zijn we vertrekken vandaag. Wat blijft? Ja, want... God, ja, ik moest nog alles gaan doen. Nog mijn moeder het gereed maken en zo, voor mee te brengen. En dan de dingen, die paspoort nog gaan halen. Maar ja, goed, dat ging niet gewoon. Ze rijdt bij het laatste thuis en dan dat ik vandaag had vertrekken, niet woensdag. En dan, een half uur bij mijn moeder gebleven, toen zijn we vertrokken. Ja. Naar de statie. En dan was dat een diner voor ons, allemaal. En dan vertrokken we naar Milaan. En van Milaan zijn we woensdag vertrokken naar België. En vrijdag na de middag kwamen we hier af. En constant gereden met een trein? Ja, met een trein. Hè. Vandaar dat je. Dan reizen 18 uur, hè, dat is daar. Hè. Ja. Maar toen moesten we in Basel stoppen, daar waren just gevangenen. Daar stond de police daar, een police hier. Je stopt daar, dan reden. Een ding, een plastic vuur. En twee boterhammen. Dat was alles tot hier. En dan kwamen we hier, stoppen we aan de tel 5, 3. En dan werd dat. Ik had ook gisteren voor een taloer soep of zoiets. En toen hoeven dat we soep hebben. En dan kwamen we daar. Dat was die spaghetti van spinnen. Blokken. Ja, het is gebeurd. Hè. Maar je hebt nooit in de brakken gewoond, hè? Brakken niet. Ik niet willen gaan wonen dan. Maar kon jij kiezen dan? He? Kon jij kiezen? Ja, maar dat was een goede koep. Goede koep is het hotel. Ja. Maar dat moet je zelf doen. Kleren wassen, alles. Maar een hotel ook, hè. Dat moet je toch zelf wassen. Hè. Maar daar in de barak, dat was ook goed. Dat was een barak. Hè. En dan sliepen ze met 30 man in een barak daar. Ik kwam naar België. Ik kwam in België. Verwachtte je dat iets fris, iets goed, soep of zoiets. We zijn gewend aan soep, dat moet ik ook zeggen. En dan kwam in hotel 3, en dat was die spaghetti, die moesten ze kappen. Dat was vast middag spaghetti. En we kwamen om 3 uur, ik moet dat niet vragen. En toen hadden we dat, want we hadden honger, te vermalen. Maar van die, van Assel tot hier zijn we met een camion gekomen. Hè. Van Assel was een camion van het leger, met die banken leven, hè. En dat zaten we. Hè. Maar in, wat, net zei er nog iets van, als je Milaan vertrok, dan kreeg je ook eten mee. Ja, twee pistolets. Ja, zo'n soort pistolets en een stuk kees was er een appelsien, dat weet ik nog goed. En dat was het? Ja, dan twee boterham daar in Basel. Hè. Maar ja, wij hadden allemaal wel brood of zo bij. Hè. Ja, ik had niks anders dan brood en mijn moeder had nog een stuk kip bijgezet. Maar dan waren die van alles uit, precies en zo. Maar ja, ik had geen tijd. Hè. Ik moest morgen dan 3 uur aan de station om te vertrekken. En wat waren uw eerste indrukken als je hier aankwam? Ja, dat was... Ik had dat vroeger altijd verwacht dat de mijn in de bergen waren.
En hij kwam daar in een Luikse zo, door die bergen waren. Ja, ik kom daar in die putten, want hier was geen berg, ja wel berg van afval hier. En dat mis ik. Ja, ik zit tegen de Alpen, hè, zo bij ons is dat dan. Dat is 10 kilometer van de Alpen. Goed, ja. Dat is een schoon stadje zo. En dan mis ik die bergen, want ik ben het laatste. Ik ben 12 jaar hier gebleven zonder naar Italië te gaan. Ik moest niet. Ik was deserteur. En ik ben vertrokken, mijn zuster wordt 6 jaar. En als ik terugkwam was 18 jaar. Dat is een beetje verschil. Hè. En wat het meeste aanviel, dat was mijn vader. Mijn vader ook, die was oud geworden. Hij had dat 12 jaar ouder. Ja, als ik met de troep gegaan was, was in orde geweest in Italië. Hè, want daar ging ik kunnen. Maar ik had gevraagd voor de politie te gaan. Voor naar Kenia te gaan. Naar Venezuela. Dat kostte te veel geld, ik kost geen geld. Hè. En toen België en Frankrijk, ja, Frankrijk ging regelmatig zo. Ja, dat waren de landen waar dat je naartoe kon. Ja. Dus Venezuela. En Venezuela, Nicaragua, en daar was nog een land bij. En dan Kenia, maar dan Kenia was dat afgesloten. En Kenia had hem kunnen gaan gratis. Vroeger werd volgelijk hier. En toen is dat oorlog gebroken, door, en dan is het afgesloten. En dan Nicaragua. En Venezuela, dat was dat, maar mijn onkel die was daar geweest. En dan was hij in Frankrijk, die kwam alle af en toe dat op bij ons bezoeken. En dan die zegt tegen mij, Bruno, als je wilt naar buitenland gaat, niks op tegen, maar God, hoor dat jij als moet zijn te voet naar huis kunt geraken, niet over het water. En dan is hij naar België, ja, toen was ook de minister gekomen voor naar België. Hè. Maar niet te gedacht als ik hier kwam. In hotel 3, alleen kantine 3. Ik was 2 dagen hier. Bruno! Als je die riep, Bruno! Bruno, kom hier! Dat was een hond, zo'n groene hond. En die heet Bruno. Hij zei, hier zijn niet goed. Straat, hè? In Efesplein of in de Stadionland. Ja. Feesten meegemaakt? Dit ben. Liet nog feesten? Ja, want of, vindt er, of wat gebeurde er? Wat ding is, naar zijn moeder, dat woonde daar Bergmans, Josfien. En dat was iemand die dat twee keer gehad heeft, en zo verstaat. Maar ik wilde niet meer dingen. Ze laat me stilletjes zijn. En toen had ik gereclameerd aan de put. Dan ging ik daar op het jament en dan zei ik gewoon slapen, want dan moet ik nog wat uitmaken. Er was een radio vierkantig open, dat deed dat pres. En toen zei mijn vrouw, hè, zei toen, dus vind je die radio nu een beetje stilder zetten, want Bruno ligt slapen. Ze hoeft niet te slapen, je moet in de put slapen. Van de put slapen. En toen is die gaan reclameren aan de put. Hè. Toen zei kom eens in, dat ging daar. Sliep daar of zo, maar ik was slapend. Ah ja, ik moet je nog vertellen. Ja, je vertelde er straks ook van allee, dat er processies en zo doorgingen. Ja. Vertel daar eens over. Ja, daar waren toen een schoen dingen dat de processie doorkwam. En dan, dat was dingen, ik had dat zo helemaal verlicht. En ja, want die had ervoor had ze, haar moeder, 3 gordijnen uitgebrand. Dat ze met kerstflappen, hè. En dan een brandje stoven, brandje weer. En toen heb ik met lampjes helemaal rond gedaan en de Madonna midden. Dat was het schoen. Nee, veel volk mee, er was veel volk. Die komen die dingen die proces. En daar is niks meer. Hè. En Uchteren, dus Uchteren noemen wij dat maar s'avonds. Wat gebeurde er dan? Was de televisie toen al? Nu ja. Wat deed je dan s'avonds? S'avonds naar radio luisteren en pinten drinken als je geld had. Hè. En dat was gemengd? Of, of niet? Was dat gemengd? Kwamen Belgen bijvoorbeeld bij jullie in de hotel of een pint drinken? Ja, dat kwam zo. Dat kwam wel. Maar weet je wat? Dat zou ik niet moeten zeggen. Kwamen ze Belgen met een vrouw. En dan ik die Belgen zat en dan kwam het vrije spel met de vrouwen. Dat was ook, hè. Dan ging het werken en dan zaterdag of zondag, s'avonds naar de café gaan, hè. En dan ze kunnen voeten drinken. Ja, en wij zeggen, nee, geeft hij ook niet. Hé, hey. Waar wil ik het juist dan zeggen, in de café dan? En ja, dan kwamen ze daar speciaal voor, hè. Dan de, en wij, geef die een pint, en deze geeft die ook een pint. Die was typisch zat en daar is een vrije spel.
We waren jong bij mij. En zo heb ik nog eens gehad, dat mag niet uit, heb ik nog een stadje land. Tegenover woonde die van Skellekes. En ja, daar kreeg je zaal rijden met u, maar ja, niks doen, hè, dat ding toch. En dan, morgens een testje onder, en dan met je ogen, wat ik kwam van de putten. Dan moet dat niks van huren, ik denk wat doe ik. Een hotel hebben we nog weer een gevraagd, nog twee. Simon Paulus was met een maat getrouwd, die is verongelukt in de put. Toen waren ik 10 meter van mij, Rolando Ricchetti. Dodelijk ongeval. Dodelijk ongeval. Ja, dat was eigenlijk de schuld van de chef voor jong. Want ik heb hem toen 8 dagen suspensie gehad, voor dat te zeggen. Ik had, toen was ik van onder, die riem, die machine aan het trekken met ding. En dan moest ik pech maken voor die machine. Maar dat was de panzer, en dat zijn allemaal bakken. Hè. En dat, die bakken die daar landuur kreeg ze niet meer. Hè. En daar stond die zoeja mol. Ik riep ook op, verdomme, riep er Orlando. En toen zie ik daar, de licht in. Ik zeg, je moet niet slapen, ik doe dat hier. Een kakker of zo. Mm. Zei, je moet niet slapen, riep maar. En toen zei Balila, zeg, maar die bougeert niet. En God zien, hij was dood. Die had over de panzer gegaan, hè, en een blok. Maar dat was Jeff Frosser, nooit niet van gehoord. Ja, grote bandiet zo. En die was chef, die kon niet zien dat die panzer stil loopt. En die Rolando, die met hem had, die ging niet over als hij stil stond. Want ik zal er van tijd over gaan, maar hij niet. En daarmee, die dood, met dat licht dat gehaald. En hij trekt uit, juich. En daar is dat gebeurd. Hè. En dan, een tijdje nadien, heb ik daar, just zo de hand. Ik dood alt. En ik zie de hand daar, juich. Ik vlieg er en ik had ook gevast. Ik kwam boven, stond een gendarme door. En dan, ik heb de kans gehad dat die Rousseau, dat was dan toen de ding, ingenieur, dat was leste directeur geloof. En die had, dat was een Frans doen. Hè. En die had een kans van hem, alles wat ik terug heb. Ik heb verteld wat dat was. Hè. Ja, en toen had hij gezegd, ik versta het, de emotie die je hebt van een man. En ik had daar, ja, ik kan niet anders zeggen, hij dacht me dat toch. Niet meer gaan werken. Ja, dat is goed, hè. 8 dagen zonder werk. Ja, maar 8 dagen zonder werk betekende minder steenkolen, meer huur, of niet? Nee, was dat toen nog niet. Hè. Als ze 3 dagen zonder werk doen, dan werd de directe pact naar Brussel, hè. Maar toen was dat niet meer zo, hè. Ja. Dat meeste poort was ze toen al geëmancipeerd daarin, in het werk ook. Want dingen, hij was getrouwd met Simon Pauwels, er nog niet van. Simon Pauwels had vroeger een winkeltje in een Sylvesterlaan. En toen is hij getrouwd met een gehandicapt. En toen is die ook dood, want hij is Simon ook dood. Onder de voeten nog. En dat was de eerste Italiaan die daar verongelukt was. Dat was uw vriend? Mijn vriend. Ze zijn nog niet goed van. Ja. Rechtstreeks te maken met Eefjes Kleine Stadionlaan, maar we zijn bezig met volgend jaar het project, hè? Mm-hmm. Rond de cafés van Beringenmeij. Vroeger? Ja, herinner jij nog cafés van Beringenmeij? Jawel. Welke? De Metropool. Ja. En dan... En waar was de Metropool? Just voor de kerk. Op die hoek? Wat dan net die Turkse winkel is daar, Turkse bakker. Dat was dat vroeger. Wat de Benelux was? Oh, Benelux, ja. Just langs de Benelux. Dat was Interpol. En Benelux, dat was een laat met gander. Ja. En dan was dat, ja, op de hoek was dat ook een café, hè? De Witte. Just tegenover het. De Palaas. Palaas, ja. De Witte, ja. Oh, dan ook. En dan wordt het meeste geklopt door het dorp en dan Lambrechts. Maar dat was dansing meestal, hè? Wat dan later uniek geworden is. En dan ben je een vriend, ja, dat is altijd al fijnselig geweest daar. Hè. En tegenover de Putten. Hotel Moderne. Moderne, ja. Maar in andere cafés kwam je niet, hè? Niet rap. Maar toen had dinges, de Stadionlaan, daar gingen we nog eens in een ander café bij Amelieke. Ah ja. Bij
Amélie Bens. Huh? Amélie Bens. Bens, ja. Daar gingen we nog wel eens. En dat was niks anders dan de café. Hè. En daar, Gust Koeks is ook café, maar toen was dat Gust Koeks. En waar was dat, die café? De Palse Stier. Ik had iets geen Stadionland, ja. Rechts en dan aan de linkerkant, dat was de, dat is de café. Waar Schoops vroeger was? Vroeger was, ja. Schoops, ja. Dat was... Waar de Spar gekomen is? Nou, daarvoor. Nog daarvoor? Daarvoor was dat is de café, hè. Dat is ja. Een... En dat was de winkel Schoops. Ja. Ook een bandwittelijk die anders hadden van die winkel hier. Dat was Schoops de café, en een café die winkel, en hij was de café Snoeker. En daar zijn ze bijbouwen gezien. Ja. Maar die andere Schoops, die was de Spar. Hè? Hij had dat groot gedoe daarop gezet. Ja. Tennisstraat. Dat is Tennisstraat, natuurlijk, ja. Je zegt net in Hotel 5, daar werd ook gedanst, of wat? Hoe? Hotel 5 werd daar ook gedanst. Jawel, s'avonds worden. Maar dat stond er hier op de wachtbouwen. Want als de gendarmen afkwamen, dat belde hem en dan moesten ze gedanst dansen. Dat mag niet dansen, hè. Dat mocht niet in een hotel, mocht je niet dansen? Nee, nee, geen in een hotel. En toch gebeurde het? Toch werd gedaan, hè. Maar daar stonden de draperies toe, de dingen toe. Alleen zo maar zo'n water van buiten en zo. En dan daar stond er een van boven op de loeren en dan zie ik die gendarmen, de fietsen en dermen. En zo die fiets, gendarmen afkomen, Briet, belde en dan me dansen. En toen kwam Emma, Anna, ja, dan kwam verschillende daar. Hè. Dan kleurde Marieke daar, want die nam ze niet, maar Anna, Anna en Emma ken ik goed. Emma en, Emma en Anna, hadden die toen al café hun pa, hun ouders, ze daar kwamen dansen? Nee, toen nog niet. Die hadden geen café, die wonen daar ergens in een Stasikai of zoiets. Want Emma, die denk ik voor hem, die reed ook met de fiets, hè? Koersfiets. Of Emma, misschien iemand anders voor. Anna. Anna Thijs, ja. Ja. De rijden met de fiets worden. Koersfiets, daar gingen ze ook veel rond. Dat kan ik vragen. Anders vragen. Dat kan ik vragen. Je geeft maar commentaar als je er iemand op kent of niet. Ja. Goed. Hier. Ik kom een keer. Oh, ik heb dit papier gedaan. Wacht, dan zal ik hem. Zo. Nee. Je moet het ook kennen. Dat moet ik kennen, hè? Ja. Dat is dan met die betaal, hè? Dat is met die betaalclub, hè? Ja, wel, dat ding is Raffaele. Dat is allemaal niet meer zo, hè. Dat was daar een ding, want moet je spelen dan. Ja. Toen heb ik ook bij, misschien zit er ook nog bij. Nee, zit niet bij. Bimi is daar. Bimi, dat is Raffaele. Geloof ik. Dat was dat van jaren geleden. Een kleiner gemaakt voor dat. Ja, want dan moet ik daar ergens op liggen. Ik ken dat daar nog, dat is van een stoet, denk ik. Ja. Ah, dat is God voor dingen dan wel. Ik ken. Ja, kreeg ze. Kreeg. Ja. Dat zijn kleintjes. Dat zijn kleintjes, hè. Dat precies was op een achtergrond. Dat is ook een kleine. Ah ja. Die boog. Ja, die ken ik. Dat was al een voetbalplein daar. Was dat een voetbalplein? Hè? Ja, ik weet niet waar die was. En een voetbalplein. Dat is een huis naast de voetbalplein dan. Ja, ja. Daarvoor. Van... De grote baan. Ja. Dat stond die boog vroeger, hè. Ja, maar die is vroeger, hè. Ja. Maar dit is ergens, ja, ik weet niet waar. Dat is die versiering, dat is toch niet van die lampjes van u? Nee, dat is niet van mij, dat, hè. Want dat is met de processie ook, hè, met de heilige Madonna. Ja, maar dat is niet van mij. Ja. Dat is nog iets van de rode weg. Meisje moet ik kijken, want die... Ja, ik heb ook slecht ogen, zo. Het zijn toch drie Italiaanse. Dat is Jean Rijms, ik weet niet of je die ooit gekend hebt. Nee, die is jonger dan jij. Rijms, ja. Nee. En dat is op de bank. Nee. Die ook niet. Nog jonger. Ja, die rijdt met een Vespa, jij rijdt met een motor, hè. Ja. Ja, de kerk, dat is juist. Ja, dat is het ding. Ja, ja. Ja, meneer, maar als je niks kent, dan kan je... slecht oog, ja, liefst met bril. Dat is een Poolse gemeenschap. Ja, natuurlijk. Dat is een Poolse. Dat is over het stadion laten liggen? Nee. Nee, dat is zo om de huizen te zien, ofwel Eefeestplein of van het stadion laten liggen. Is dat een trust die hier ligt of wat? Dat weet ik niet. Want dat Eefeestplein was de dingers. Cristiano, want die is doodgedoken. Ja. Dat is de processie nog. Processie, ja. Als ik een goede bril moest hebben, hè. Misschien ken ik nog iets van Gatto. Dat is een tris. Dat is een tris getrokken, maar wie dat is.
jong dingetje, maar we zijn oud, hè. Ja, maar die is misschien nu ook oud, hè? Ja, dat is het, boccia spelen. Dat is Raffaele, geloof ik. Ja. Ja, denk. Maar die boccia, dat was iets van... He? Dat die Italië, die Italianen meegebracht hebben. Maar hebben die dat hier gebracht? Ja, ik heb dan zo'n spel gegeven. Ik heb dat mijn zoon gegeven, hè. Die boccia, hè. Ja. Betank hang je hier nog... Maar wat is het verschil tussen betank en boccia? Betank is... klein bolletje. En boccia, dat is groter, hè. Ja. Maar dan petanque spelen, dan moet je blijven staan met twee voeten en een goeie 15 meter lengte. Hè. En dan boccia, dan moet je 40 meter lopen, rijden, spelen. En dan moet je drie stappen doen. Drie stappen voor boccia, en nee, twee stappen voor boccia en drie stappen voor te pikeren. Dat is voor dingen bij. Maar die boccia, die grote, die heb ik nog gespeeld, dat is een chapeer. Voor Jean-Pierre die had dat. Met petanque heb ik hier nog ballen. Ja. Maar je zoon die heeft die originele boccia ballen. Originele boccia, want ik had ze toen mee gekocht. Oei, 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 dat was gewoon... begin dat ik hier was, had ik gekocht. En toen had ik ze 20 vragen. Maar zou hij die ooit willen uitlenen als dat boek... Als we dat boek Ja, dat moeten we zien, hè. Ja, jong. Ja, dat zou ze misschien kennen als persoonlijk moet zien, want dat zijn al mensen, hè. Wacht, dat zijn ze, dat is de evenwichtsplein, hè. Dan moet ik...